Welkom allemaal bij Science by Stars en we bespreken het toelatingsexamen van aartsbiologie van augustus 2017. En we bespreken hier vraag 1, 2 en 3 van de gele versie. Vraag 1. Welke uitspraak is correct? Thymine is een pyrimidinebase en vormt 3 waterstofbruggen met adenine. Adenine is een purinebase en vormt 2 waterstofbruggen met thymine. Cytosine is een purinebase en vormt 3 waterstoffen met guanine. En guanine is een pyrimidinebase en vormt 2 waterstofbruggen met cytosine. Dan gaan we eventjes moeten kijken. En dan komen we hier op die term pyrimidines en purines. En ik onthoud op een hele domme manier, maar ik vind dat pyrimidine, dat klinkt licht en luchtig, terwijl purine, dat klinkt zwaar en log. Dus pyrimidine, die bestaat uit 1 cirkel, uit 1 ringvormige structuur. Purines, die bestaan uit 2 ringvormige structuren. En we gaan in DNA zien dat er maar net genoeg plaats is voor in totaal 3 ringen. Dus een pyrimidine gaat altijd binden aan een purine. Wat zijn nu die pyrimidines? Dat is cytosine, thymine en uracil. Uracil is niet meer dan de demethylering van thymine. Wat zijn de purinebases? Dat is adenine en guanine. En die bases die gaan onderling ook nog eens een keertje met elkaar binden. Een goed trucje hoe je dat kan onthouden, hoe ik dat onthoud altijd, is de A en de T, die zijn alle twee een beetje hoekig en scherp. De C en de G, die zijn alle twee afgerond. En dus dat maakt van die vriendjes. C en G, die binden met elkaar. T en A, die binden met elkaar. En bijgevolg thymine en uracil, je kan die eigenlijk een beetje vergelijken met elkaar, dus U en A ook. En hier zie je een DNA-streng en DNA-replicatie begint altijd in die AT-rijke regio's, omdat daar net maar 2 waterstofbruggen zitten in plaats van 3. Dus het is gemakkelijker om dit open te krijgen dan om deze bindingen, deze waterstofbruggen op te heffen. Een goed trucje om dat te onthouden is AT2. Je zit hier met die T van 2, dus op die manier kan je dat onthouden of je leert het van buiten. Dus adenine en thymine binden altijd samen. 2 waterstofbruggen, adenine en guanine, dat zijn onze pure. Purines, thymine en cytosine, dat zijn onze pyrimidines. Deen is de juiste antwoord op vraag 1, is dan ook adenine is een purinebase en vormt 2 waterstofbruggen met thymine. Vraag 2. Bepaalde vormen van albinisme worden autosomaal recessief overgedragen. Bij de kruising van 2 parentale albino's werd een fenotypisch eenvormige niet-albino F1 verkregen. Dus alle nakomelingen hadden 1 en hetzelfde niet-albino fenotype. Na onderlinge kruising van individuen van deze F1 werden bij de F2 een verhouding van 9 normale fenotypes en 7 albino's waargenomen. Welke van de onderstaande kruisingen van parentale genotypes veroorzaken dit overervingspatroon? En als je dan die vraag goed leest, dan denk je in het begin, is daar een foutje in die vraag geslopen? Want albino zijn is toch duidelijk recessief, dat ze zeggen. Ze zeggen, albino zijn is autosomaal recessief. Autosomaal wil zeggen dat dat op de chromosomen 1 tot 22 ligt, niet op de geslachtschromosomen. Als we dan naar het fenotype van de ouders gaan kijken, een albino en een albino, dan moeten die op zijn minst 2 keer die kleine a hebben, zou je denken. Maar wat zien we dan? Dat die een kind gaan hebben die niet albino is. En dan moet je toch eens beginnen denken of er iets anders is dat je nog gezien hebt bij die genetica. Verder zien we ook dat hele rare voorkomen van die F2-generatie, die 7-9 verhouding. We kennen de 9-3 verhouding en de 9-3-3-1 verhouding en zo, maar die andere verhouding, dat zou al een belletje moeten doen rinkelen. En hetgene wat we hiermee te maken hebben is polygenie. Albino zijn, albinisme, wordt niet veroorzaakt door 1 gen, maar wordt recessief veroorzaakt door 1 van de 2 genen. Dus als jij volledig recessief bent in 2 keer kleine a, of volledig recessief bent in 2 keer kleine b, dan ga jij albinisme hebben. Er is wel een grote knipoog bij deze vraag. Als je naar de antwoordmogelijkheden kijkt, zie je ook dat daar altijd gaat over 2 verschillende allelen A en B. Dus dat zou eigenlijk al een goede hint moeten zijn. En dan kunnen we ons antwoord even aftoetsen. We wisten de gameten van de ouders en dan weten we natuurlijk van die F1-generatie het fenotype, niet albino. Dan weten we het genotype, want de mama of de papa die heeft kleine a, grote b en deze heeft grote a, kleine b. En dan krijgen we dus genotypisch deze F1-generatie en die is niet albino, want die heeft voor elk van die 1 dominant eigenschap. Die gaat de volgende gameten kunnen geven en in de F2 geeft mij dat dit kruisingsschema. En we gaan dus op zoek naar iemand
die volledig recessief is in kleine a of volledig recessief is in kleine b of in beide, want dan ben je albino. En als we dan eventjes gaan optellen, dan duid ik ze hier mooi aan, dan komen we in totaal op 7 van de 16 die albino gaan zijn en de 9 van de 16 die niet albino gaan zijn. En dat is natuurlijk precies hetgene wat in de antwoord en in de vraag stond. 1 is de juiste antwoord op vraag 2, antwoord D. Vraag 3. De tekening toont de verandering in de fenotypefrequentie van een insectenpopulatie over 10 generaties. Welke van de onderstaande beweringen is de meest aannemelijke verklaring voor deze verandering doorheen de tijd? En als we dan eens naar de tekening gaan kijken, dan zien we dat we hier vooral in de eerste generatie heel veel gespikkelde organismen hebben, die gespikkeld komt door een dominant kenmerk, en enkele ongespikkelde, die hebben een recessief kenmerk. Na 10 generaties zien we dat die gespikkelde bijna weggeselecteerd zijn en dat die niet gespikkelde duidelijk meer succesvol zijn. Meer succesvol zijn, dat wil zeggen dat die meer hebben kunnen voortplanten, want we zien hier dat dus dat die meer succesvol zijn, dat die minder weggeselecteerd zijn. We gaan eens naar de verschillende antwoordmogelijkheden kijken. De mutatiefrequentie van allel kleine a is net iets hoger dan die van allel grote a. En dat is sowieso fout, want mutatie is een toevalsproces. Een mutatie gebeurt at random op een willekeurige plaats, op een willekeurig tijdstip. En die gaat niet een voorliefde hebben voor één of ander allel. B. Door de toename van een populatiegrootte. Als die populatie hier maal 10 zou zijn, dan zou je hier in plaats van 2 20 gespikkeld hebben. En hier in plaats van 8 zou je dan 80 ongespikkeld hebben. Maar die genfrequentie die gaat niet veranderen doordat je die populatie gaat vergroten. Het genotype dubbele kleine a is in de gegeven omstandigheden beter aangepast dan het genotype grote a. Ja, dat hebben we net eigenlijk al verteld. Dat klopt natuurlijk, want beter aangepast wil zeggen dat je meer kans hebt op vruchtbare nakomelingen. En die zien we hier heel duidelijk in die tiende populatie, tiende generatie terugkomen. En dan als laatste, allel A is recessief, waardoor natuurlijke selectie er geen vat op heeft en de frequentie van A enkel en alleen kan toenemen door genetische drift. Dat is natuurlijk ook fout, want het is niet omdat een allel recessief is dat natuurlijke selectie daar geen vat op kan hebben. Het kan juist zijn dat net dat recessief allel een voordeel levert en dan gaat natuurlijke selectie daar natuurlijk wel heel hard op inwerken en dat zie je zelfs hier. Dus het enige juiste antwoord op vraag 3 is C. Het genotype 2 keer kleine a is in de gegeven omstandigheden beter aangepast dan het genotype dominante a. Dat was het dan voor vraag 1 tot en met 3. Dankjewel voor het luisteren.